ga met jullie een stuk lezen uit Jesaja. Als je een Bijbel bij je hebt, Jesaja 49. Vers 1. Luister naar mij, mijn kustlanden, sla er acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af, heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard in de schaduw van zijn hand, heeft Hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël in wie ik mij zal verheerlijken. En ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos te vergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om wat te doen om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere. En mijn God en mijn zal mijn kracht zijn. En hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn, om te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen, de Aliyah. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de volken, voor de heidevolken, om hen mijn heil te zijn tot het einde van de aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tegen de verachte ziel, tegen hem wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, ze zullen zich voor u neerbuigen omwille van de Heere, die getrouw is, de heilige van Israël, die u verkozen heeft, zo zegt de Heere. Een tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op die dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten en de verwoeste erfelijke bezitting te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen geuit en tegen hen die in de duisternis verkeren komt tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle hoge hoogte zullen ze een weidegronden zijn. En ze zullen geen honger meer hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar de waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. En mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen komen uit het noorden en uit het westen en weer ander uit het land van Sinim, tot zover. Jesaja, een profeet. Een profeet is een knecht van God, die woorden van God spreekt. Yeshua, Yesha, dat is Jesaja, is dezelfde naam als Yeshua, de verlosser. En Jesaja die gaat spreken over de Heere Jezus, zo geweldig mooi. Tot in de kleinste details geeft hij het beeld weer van wie de verlosser, wie Yeshua zou zijn. Heel bijzonder. Van zijn lijden, van zijn geboorte. De maagd zal zwanger worden. Het wordt weer kerst en dan denken we eraan, de maagd zal zwanger worden. En dan moet ik altijd denken, als ik in mijn klasje dat vertel, dan kijken ze me heel meewarig aan en dan zeggen ze, jongen, Kamphuis, zo'n intelligente man, die geeft ons les, maar geloof je nou werkelijk dat er een kind uit een maagd geboren zal worden? En moderne theologen die ontkennen dit ook en zeggen, het woordje Alma in het Hebreeuws, dat wil zoiets zeggen van vrouw die nog niet gebaard heeft, maar dat wil niet zeggen dat het een maagd is. Maar dezelfde tekst die in Jesaja gebruikt wordt, de maagd zal zwanger worden, die wordt ook gebruikt in het Nieuwe Testament. En daar wordt precies dezelfde tekst aangehaald. En daar wordt het woordje parthenos
gebruikt. En parthenos betekent niets anders en niets minder dan maagd. En ik geloof dat God zo machtig is dat Jezus Christus uit de maagd geboren is. En dat belijd ik tegenover de wereld en tegenover de wetenschap en wie het ook maar wil horen. Geweldig mooi. Jesaja spreekt over de geboorte, maar Jesaja spreekt ook over het lijden. Dat is ook heel bijzonder. Om onze zonde werd hij verbrijzeld, onze ongerechtigheden. Geweldig mooi. Dank u wel, Heere Jezus, dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. En dat Jesaja dat al zoveel tijden van tevoren voorspeld heeft en gezegd heeft en geprofeteerd heeft. Woorden van God gesproken heeft. Broeders en zusters, dan kom je onder de indruk van de almacht van God. Ja, heel bijzonder. Jesaja spreekt over de verlosser. En dan staat er, die zich vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd. Geweldig mooi, ik zei het al, hè? Kerstevangelie, hier zo. En dan staat er, de Heer heeft mij geroepen van de baarmoeder, van de moederschoot af, van de baarmoeder af, heeft hij mijn naam genoemd. Ja, voordat hij geboren werd, was er al een engel, Gabriël, die zijn naam genoemd heeft. En gij zult hem de naam Jezus, Yeshua, geven. Geweldig mooi, staat hier zomaar. En dan staat er, wat is zijn opdracht? Nou, zijn opdracht is om Jacob terug te brengen, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Om op te richten de stammen van Jacob. Wat is de grote taak van de Messias, van Yeshua HaMashiach? Dat is namelijk om zijn volk te verzamelen en terug te brengen naar het land. Heel bijzonder. Israël. Het is Israël zondag. En als je daar gaat, Israël zondag, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ach, wat hebben wij met Israël te maken? Ik heb soms meegemaakt dat ik een Israël-preek hou, dat doe ik regelmatig in verschillende gemeentes, maar dat ik na de tijd van iemand hoorde van, ik heb helemaal niks met Israël. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Hoe kun je niks met Israël hebben, terwijl God zegt, het is mijn oogappel. Het is het meest kostbare wat ik heb. Israël, een heel klein piepstaartje. Moet er vaak aan denken. Nou, ooit in Bad Gen geweest, in het noorden van Israël. En als je bedenkt dat de grens van Bad Gen tot Tulkarim maar 13 kilometer is. Moet je je voorstellen. Vanaf de zee tot het Palestijnse gebied, 13 kilometer. Dat is helemaal niets. Broeders en zusters, onvoorstelbaar. En toch is het land wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat heb ik als klein jongetje vroeger gezongen met tranen in mijn ogen en dan dacht ik, ik hoor bij het Israël, ik hoor bij het verbond. Maar broeders en zusters, voor wie is dat verbond? Het verbond is voor Israël. En met de gemeente is een totaal nieuw verbond gesloten. Dat gaan we straks vieren. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat is totaal anders als het aardse verbond met Israël. Wat voor Israël op de aarde aards geldt, geldt voor de gemeente in hemelse zin. We hebben een hemels verbond en we hebben een aards verbond. Abraham had nakomelingen, zoals het zand aan de zee, beeld van Israël, van de aarde, maar ook als de sterren in de lucht, en dat is een beeld van de gemeente. Heel bijzonder. Mensen zeggen, ach, wij hebben dat verbond van Abraham. En dat doet me zo zeer als ik dat hoor.
En daarom zijn er mensen die ik ontmoet die zeggen, we hebben helemaal niks met Israël. En Israël, de gemeente is in plaats gekomen van Israël Kamphuis. Wij zijn het Israël Gods. En dan denk ik van, hoe dwaas kan je zijn? Heel bijzonder. En dat is ook de reden geweest dat Hitler een geweldige fan was van Luther. En dat hij gezegd op de koppels van de SS stond, God meet ons. Onvoorstelbaar. En dat is dezelfde gedachte. Hij had niet voor niets het duizendjarig rijk wat hij wilde stichten. En dat is heel apart. God meet ons. En dat is de Holocaust. En daar wil ik heel duidelijk iets van zeggen. Misschien choqueer ik u op deze Israëldag. Maar het is zo geweldig nodig. Wij zitten hier allemaal als Israël-fans, neem ik aan. Hoop ik. Maar dat is in lang niet alle kerken zo. Dat is op lang niet alle scholen zo. Wist u dat er scholen zijn waar leerkrachten bedreigd worden als ze over de Holocaust spreken? In het westen van het land. Wist u dat er rappers zijn die de Holocaust ontkennen? Onvoorstelbaar. Nooit geen 16 miljoen. Nooit geen Auschwitz. En weet u, ik denk dat het heel goed is dat we als een getuigenis op deze Israëlzondag eens hele duidelijke dingen gaan zeggen. We hebben gelezen dat Yeshua zijn volk zal verzamelen en terug zal brengen. Maar dat zijn volk zich niet zal laten verzamelen. Maar dat het een geweldig moeilijke tijd gaat doormaken. En die tijd, daar zijn we getuigen van geweest. En Hitler heeft gezegd, Joden zijn geen mensen, dat zijn untermenschen. Joden zijn ratten. En hoe duidelijk wil je het hebben? Hij heeft zelfs zo'n geweldig zieke geest. Hij heeft gezegd, die mensen moeten we elimineren, moeten we opruimen. Geweldige strijd tegen het volk van God en tegen de boze, tegen letterlijk de Satan. Joden heeft hij genomen en ze moesten een greppeltje graven. En dan werden ze neergeschoten in zo'n greppeltje. En Hitler zei, dat kost me 5 pfennig. Dat is 5 cent. En dat is mijn 5 cent te veel. Toen heeft hij bedacht om vrachtwagens te laten rijden. Vrachtwagens die hun uitlaat niet achter de vrachtwagen hadden, maar in de laadruimte uitkwamen. En Joodse mensen, die stikten. Wat heeft het volk van Israël geleden? Laten we daar eens heel duidelijk over nadenken. Heel bijzonder. Toen zei hij, een kogel kost me 5 cent. Diesel kost ook nog. Ik wil niet op Joden gaan betalen, ik wil op ze gaan verdienen. En toen bedacht hij het middel Cyclone B. Cyclone B, dat gebruikte de gemeentereiniging in de Duitse steden. Het waren korreltjes, een blikje met korreltjes. En die korreltjes die strooiden ze in de riolen. En als het in aanraking kwam met water, dan verbrandden de longen van de ratten. En letterlijk zo ziek heeft hij dat middel gebruikt om Joden te vergassen. Bovenop de gaskamers stond een klein hokje en daar gooide een soldaat, die gooide wat van dat Cyclone B op water en uit de douchekoppen kwam geen water, maar kwam gas. God, wat heeft uw volk geleden? Wat hebben ze geroepen in de wagons naar Auschwitz? Wat hebben ze geleden? Vrouwen, mannen, jonge kinderen. En ik vertel heel vaak een verhaal aan mijn basiskinderen. Het volgende verhaal.
Het volgende verhaal van Dieter. En jongens en meisjes, misschien fijn dat jullie hier zitten en daarom vertel ik het ook. Dieter is jarig en geweldig fijn en hij hoort de trap kraken en zijn vader en moeder die komen naar boven en dan zingen ze: lang zal Dieter leven in de gloria. En Dieter is helemaal blij en hij krijgt een schepje en een emmertje. En jongens en meisjes, dan kan je je voorstellen hè, dat je papa en mama komen en dat je jarig bent en dat je dan zegt, wow, geweldig hè. En Dieter was helemaal blij en hij eet gauw zijn boterhammetjes op en hij gaat naar de zandbak. En dan maakt hij een heel mooi kasteel. Hij graaft een gracht jongens en geweldig mooi en een toren. En dan komt er een hele grote jongen en die trapt zijn kasteel kapot. En zegt, du bist ein Jüdischwein. Je bent een Jodenzwijn. En hij gaat huilen naar zijn vader en moeder. En dan tijden later, dan komt hij thuis en dan ziet hij zijn moeder huilen. En zegt hij, wat is er mama? Ik kan helemaal niks kopen. Er zijn mensen die dit ontkennen. Laten we het heel duidelijk in onze gemeente zeggen dat het volk van God, het volk van Israël, geleden heeft in de Holocaust. En dat de Holocaust waar is. En dan zegt zijn moeder, ik kan niks meer kopen. En dan gaat het weer een tijd. En dan wordt er geboemd op de deur. En midden in de nacht komen de soldaten. En Dieter, die moet in zijn pyjamaatje met zijn papa en zijn mama en zijn broertjes en zijn zusjes, moet hij naar het station lopen. Het is geen verzonnen verhaal trouwens hoor, het is een echt gebeurd verhaal. En dan zegt hij, ik kwam bij het station en dan zag ik hele grote treinen staan. Wagons staan, veewagons. En dat kleine jongetje dat werd in die wagon, in die grote wagon gebeurt. En hij zegt, ik zag 2 tonnen. En ik dacht, waarom is dat? En toen werd het me duidelijk. Want mensen werden ingepakt, de trein ging rijden. En hij zegt, toen zag ik, in de ene ton zat water. En toen zag ik mijn moeder plassen op een ton. Wat een vernedering. Wilt u het horen? In de Holocaust zijn mensen nog minder als dieren behandeld. En dat wil ik hier als een getuigenis in de gemeente zeggen. En dat wil ik ook heel hardop zeggen in mijn klasje op school. Ook al zouden we bedreigd worden, we gaan het vertellen. En dan gaat het verder. En dan staat er, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Israël. Want, geweldig mooi, vers 8, zo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aardse weg weer op te richten. Om de verwoeste erfelijke bezitting te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. Geweldig mooi. God gaat zijn volk weer terugbrengen naar het land wat hij ze gegeven heeft. Wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. Dat ze het land erfelijk zullen bezitten. En dat ze dat land zullen bezitten dat zo groot is. Niet dat stukje van Bad Gent tot Tulkarim, 13 kilometer. Maar vele, vele vierkante kilometer, moet je zich voorstellen. Elke plaats die uw voetstool betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn van deze Libanon af tot de grote rivier, de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat. Zo groot zal uw gebied zijn. En ik geloof dat God, als de Messias gaat komen, Yeshua, HaMashiach, dat hij koning zal zijn in Israël en dat hij het volk zal richten over een immens groot gebied. Het gebied, het grote Israël.
waar de rabbijnen, waar de orthodoxe joden van dromen, waar ze van zeggen, en eens als de Messias gaat komen, dan zal het grote Israël er zijn. En dan zal er geen oorlog meer zijn. Dan zal er geen haat meer zijn. Geweldig mooi. En dan zal Israël veilig wonen in de grenzen die het gegeven heeft. Zo groot van het land van de Hethieten, moet u zich voorstellen. Vroeger was het land van de Hethieten geweldig groot en machtig. Er is ooit in 1274 voor Christus, meen ik, of 73, is er een enorme strijd geweest tussen Ramses II en Mutawilis van de Hethieten van het Rijk van Hattusas. En moet u zich voorstellen, 5000 strijdwagens die in Kades een enorme clash hadden. En Ramses die eigenlijk verslagen werd, al heeft hij in Egypte verkondigd dat hij het gewonnen had. Zo groot. De Hethieten, moet u zich voorstellen, de hoofdstad van het Hattusas, van het Hethitische Rijk, was Burgaskoi. En dat ligt aan de Zwarte Zee. Zo groot, vanaf de Zwarte Zee, tot aan de Eufraat en de Tigris, tot aan Egypte toe. Zo groot zal het rijk zijn waar de Messias over zal regeren. En ik zie er zo naar uit dat Yeshua terugkomt. En dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Geweldig mooi. En wat we nu zien, broeders en zusters, ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dat is Jesaja. Jesaja zegt het volgende: ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Wat we nu zien is, en wat het werk ook is van Christen voor Israël, dat overal Joden weer terugkomen. Uit de Oekraïne, uit Zuid-Amerika, uit India. Overal brengt God zijn volk weer terug. En niet alleen maar het tweestammenrijk, maar het totale Israël. Want Israël, geheel Israël, moet behouden zijn. Wanneer zijn ze behouden? Als ze hun verlosser zien, als ze Yeshua zien, als ze de Messias zien, ziet u er ook naar uit. Uw koninkrijk gaat komen, dat bidt u toch? Dat is een wens. Dat is een wens dat het koninkrijk van de Messias zal komen. Broeders en zusters, wat bijzonder. Wat bijzonder dat dat gaat gebeuren. Waarom moet heel Israël weer bij elkaar komen? Omdat het geprofeteerd staat in de Bijbel en wij geloven de Bijbel. Dat de 144.000 Joden, niet alleen uit Juda en Benjamin, maar uit heel Israël, weer samen zullen komen. Waar zo? In Israël. Waar God zijn volk heeft geplant. Geweldig mooi. Ik geloof in het groot Israël. Daarom ben ik een Christen-Zionist. En daar kom ik vooruit. Daar kom ik vooruit hier zo in Nederland. Daar kom ik vooruit in mijn klasje. En daar kom ik vooruit hier in Steenwijk. En laat het voor Steenwijk een getuigenis zijn dat God zijn volk weer terugbrengt. En dat God zijn volk niet vergeten heeft. En dat wij niet in de plaats zijn gekomen van Israël. En dat Israël niet terzijde is gezet door God. 12.000 uit iedere stam. Sommigen zeggen dat letterlijk 12.000 zullen zijn. En er zijn ook mensen die zeggen dat 1000 het symbool is van oneindigheid. Dus oneindig veel mensen uit, nou noem al die stammen maar op. En God gaat zijn lieve volk terugbrengen naar het land. En ik kan daar heel emotioneel van worden als ik zie wat er nu gebeurt. En dan staat er, zie, sommigen zullen van ver komen. Zie anderen uit het noorden. Ja, toen de oorlog afgelopen was, gingen de Joden naar het land Israël. En daar werden ze tegengehouden door de Engelsen.
Ze werden weer in kampen in Kreta en noem maar op, werden ze gezet. Boten werden teruggestuurd. Onvoorstelbaar. Broeders en zusters, ik geloof zo, wie Israël zegent zal gezegend worden. En wie Israël vloekt, die zal vervloekt worden. En van dat machtige Engelse imperium wat het geweest is, is het verschrompeld tot alleen maar het landje van Johnson, die nu met een gigantische Brexit in zijn maag zit. En er is niets meer overgebleven, want God houdt zijn belofte. En dan staat er, zie, anderen uit het noorden, en sommigen uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. Im is de meervoudsvorm in het Hebreeuws en in het Ivriet. Overal hebben ze Joodse stammen gevonden. In Perzië, de Partanen. Mensen die de Sabbat houden, die de besnijdenis houden. De Falesja's uit Ethiopië. En deze mensen uit Sinim. Weet u wat letterlijk in het Ivriet Sinim betekent? Iemand? China. Letterlijk. Honderden jaren van tevoren, duizenden jaren van tevoren, is voorspeld dat de Joden zo ver verstrooid zouden worden, dat zelfs de stammen van Efraïm, de 10 stammen van Efraïm, die zelfs helemaal naar China zijn uitgeweken, dat die weer teruggekomen. En het staat letterlijk hier zo in het woord van God. Dank u wel, Heer, dat u uw belofte houdt. Dank u wel dat u zorgt voor de kinderen van Israël. Dank u wel dat u ze terugbrengt. Dank u wel dat u een geweldig plan hebt met het groot Israël, waarin wij geloven dat de Messias, de koning van Israël, gaat regeren. Amen. En broeders en zusters, dan gaan we van